Welkom, welkom iedereen. Live en die de recordings terugbekijkt voor onze taal, onze introductieavond over de taal handen. Zo, mijn naam is Rachelle Thai. Ik ben verbonden aan het centrum in Antwerpen, Italië 48, waar wij heel veel wellnessprogramma's hebben. Workshops, dagtraining, opleiden tot healers. En vandaag is het de introductieavond voor de taal helende handen. Zo, welkom iedereen en namens het team ook. Mark Timmers, Petra Nijhuis, heten we jullie van harte welkom. Jullie hebben hier allemaal ingeschreven voor deze introductieavond. En wat zijn nou, wat betekent dit nou? Wat zijn nou deze taalhelende handen? Dat ga ik allemaal zo vertellen. Feit is het een onzichtbare lichtoverdracht die je ontvangt. Maar we dan op afstand, live, blessings, healings, kunnen ontvangen, de transformatie van ons leven. Daar hebben we drie niveaus van. Daar kom ik zo meteen op terug. Ik wil beginnen te vertellen hoe mijn reis was geweest. Hoe mijn reis is begonnen als taalhands hier. Ik ben een therapeut. En ik ben altijd op zoek naar nieuwe input, nieuwe cursussen. Om toegevoegde waarde te leveren voor mijn patiënten. Zo kwam ik een keer in een boekhandel, een Amerikaanse boekhandel. Dan ga ik meestal zitten. Dan hebben ze een heel prachtige bank voor je neergelegd. Je kan een koffie drinken en dat je rustig alle boeken kunt inlezen, bladeren. Zonder verplichting om het te kopen, totdat je denkt van, oké, deze wil ik nou echt hebben. Dan schaf je het aan. Zo gezegd ging ik vaak naar zo'n merkende boekstore, heette dat. En toen kwam ik het boek tegen van Soul Mind Body Medicine van dokter en master Qigong Xia. Ik was natuurlijk meteen geïntrigeerd. En ik las de technieken en ik schreef een paar oefeningen op. En die gaf ik als huiswerk aan al mijn cliënten, mijn patiënten. En de volgende afspraak. Merkte ik van, wauw, dit werkt. Dat heb ik nog twee keer gedaan. Andere oefeningen. Het was toen mijn oefening voor hoge bloeddruk. De andere oefening was voor stress. Dat heb ik allemaal meegenomen. En dat heeft mij toen besluit om het boek te kopen. En zo is mijn reis begonnen. Met dokter en master Qigong Xia, die een westerse arts is. Een MD uit China. Die tevens een acupuncturist is. En een Qigong master uitgeroepen door de World Health Organization. Toen ik naar zo'n workshop ging, heb ik dan de helende handen ontvangen. Wat doen de helende handen? De helende handen die heb ik dus iedere keer toegepast op al mijn cliënten, mijn patiënten. Het eerste deel is om jezelf te helen. Het tweede deel is om je familie. Vrienden te helen. De derde is dat complete, totale pakket. Dat je ook voor de transformatie van al het leven. Je relaties, je financiën, je gezondheid, je emoties. Nou, dus mijn reis was zo begonnen met de hele hand. En die heb ik natuurlijk, die pas ik altijd toe. Voor al mijn cliënten, maar ook voor mezelf. Wat ik bij mezelf heel vaak had, is dat ik vaak aan het multitasken ben. Dan heb ik een lade openstaan en dan bam, sla ik mijn knie of mijn arm. En dan heb je dan een blauwe plek. En dan pas ik meteen mijn douw, lichthanden toe. Dat een lichtfrequentie heeft, bevat een hoge lichtfrequentie en vibratie. En de bron. Pas ik het meteen toe, zodat die blauwe plek zich niet kan ontwikkelen. Weet, een blauwe plek betekent de stagnatie van qi, bloed en lymfe. Zodat het ziet het er niet zo fraai uit.
En dat, dus dat pas ik dan meteen toe. En dan zit ik soms ook gehaast te koken, frituur ik iets en dan pats, komt er wat olie op mij. Dat doet natuurlijk hartstikke pijn. Het eerste wat we dan geleerd hebben, is onder de koude kraan zetten. Nu pas ik mijn taalhanden toe, zodat het branderige gevoel dan kan verdwijnen. Dat het dan niet zo'n lelijke blaasje wordt. Dus dat heeft mij heel vaak geholpen. Dus dat waren zo van de 1 of 2 voorbeelden van mijn taalhanden, helende handen. Ervaring. Natuurlijk heb ik nog heel veel verhalen, maar dat komt zo meteen nog. Zo, ik zou zeggen, even kijken, wie hebben we dan allemaal hier? Zo, welkom Chantal, welkom Yannick, welkom Chris, welkom Lut, welkom Sharon, welkom Teresa. Ja, Teresa. Nou, welkom. Nou, jullie zijn benieuwd hoe de reis van Dr. en Master Shikansha is begonnen. Dus laten we naar een film gaan kijken. Straks zullen jullie nog wat ervaringen horen van andere taalhensmensen die dat ook geleerd hebben, hun ervaringen. Maar laten we eerst gaan kijken naar de bio van Dr. en Master Shikansha. Daar gaan we. Geniet ervan. Wel in het Engels. Ik hoop dat jullie dat allemaal kunnen begrijpen. Zo niet, zet het op de chat. Born in Xi'an, China, from the age of 6, Dr. and Master Zhigang Sha began his practice of Eastern arts, including Tai Chi, Qigong, Feng Shui, and I Ching. At a very young age, Master Sha saw people suffering and felt great compassion for the sick and elderly. When I was at the age of 13, I saw a woman who sat beside the street. And it was so difficult, like breathing. I came to her, I said, what happened to you? She said, I had asthma. I asked her, have you seen the doctor? And she said, yes, but she still suffered a lot. I saw in my heart, they planted the seed that I want to be a doctor and a healer to help people. As a young man, Master Sha went on to study at Xi'an Medical University, completing his medical degree in Western medicine. He was also certified as an acupuncturist and herbalist by the World Health Organization's Institute of International Acupuncture in Beijing. Give him a big hand, everybody, huh? Through the healing I did, I just knew there was with the source and Mother Earth and that we could heal, and I got this far, but I knew that there was just so much more, and I didn't know it until I experienced what I got to experience today. This is, it's phenomenal, like dealing with this for a little over 10 years, and I have to focus on every single step to make myself walk straight, to stay vertical without falling down. It just feels good, man. I'm gonna do it again. This is too... In 2013, Master Sha learned a very special form of Chinese calligraphy called Ibizu and became the sole lineage holder of Professor Li Qiuyun, who was more than 100 years old. Professor Li was educated directly by Tai Shi,
who is a descendant of Kongzi, the founder of Confucianism. Why create a calligraphy? I connect with the source, the Shen Qi Jing of the source came into the calligraphy. What the teachers teach in that Tao calligraphy class to our students in the specials is the meditation component, the tracing component of the characters, the singing of the love, peace, and harmony. I mean, if you look at the same time last year where we're at, we had 50 incident referrals, and referrals are based on behaviors that teachers send students to the office for. And then this year, at the time we went out on Christmas break, we had 5. And so I can directly tie it into our behavior challenges going down. I have studied with Dr. Master Shah for past 20 years. I have collaborated in the research with Dr. Master Shah since 2000, and over the past 20 years, we have done together about 15 clinical studies. We presented 31 research reports on medical conferences and in hospitals. Currently, we have 7 active clinical studies, and 4 new studies are in preparation, soon to be started. In all our studies, we have observed significant improvement of well-being, and some illnesses were markedly improved or even completely resolved. The preliminary analysis of current studies is showing very promising results. I'm a pediatrician, and my wife and I, we run a practice. We have a practice in Graz, Austria. Since April 2019, we have the great honor to have our own Tao Chang in our practice. This Tao Chang is the source field created by Tao calligraphies. And after several sessions with my own issues, I can really explain that my hypertension is much more better. It is very, very important to combine both mind and body medicine and also soul medicine to help our patients, what we call soul mind body medicine. Tao Chang means the source field or creator field. When people treat the calligraphy, the field, soul, heart, mind come to the body to balance our field. Dr. and Master Shah and I co-created Tao Science. Tao Science could help solve challenging problems in quantum physics and grand unification theory. It not only provides a framework to unify all matter, forces, space and time, it can also unify science and spirituality at the fundamental level. In the last few years, we have published more than 15 papers in peer-reviewed scientific journals and presented in 8 international conferences. According to quantum physics, everything is essentially a vibrational field carrying information. Tao Science reveals that information determines our life. Positive information brings good health, relationships, and finance. Negative information causes sickness, challenges, and difficulties. Master Shah's Tao calligraphy healing field is advanced technology with a powerful vibrational field carrying positive information to transform negative information. It can help improve health, relationships, finances, and every aspect of our lives. Over the past 25 years, Master Shah has traveled the world and taught and gathered students in more than 20 countries. His passion to heal, to teach, and to empower everyone to heal themselves and others has led him to gather a dedicated community of healers and teachers worldwide. He has created healing centers in 10 major cities, including Toronto, Vancouver, San Francisco, Honolulu, Sydney, London, Amersfoort, Antwerp,
Many leaders have recognized and honored Master Shah with awards, titles, and appointments. He has shared his wisdom in over 20 books. 11 of these books have reached the New York Times bestseller list, and 4 have reached number 1. I feel it from my hips all the way to my feet. Okay, well, what kind of feel? Pain or what? Pain, numbness. Oh, numbness, yeah. Okay. Really, really bad. Sometimes I can't even get out of the bed. I would like to thank Love, Peace, and Harmony for all they do. To come out into a community like this, you know, people really don't come out. You know, they just pass by us, they don't really care. But it's good to see that there's people of this stature who actually cares and will come to a place like this. Oh, the pain level, before the pain level, how high, not so high? Oh, beyond, but now I can twist. I'm grateful, very grateful, thank you. We have a lot of people here that need this type of healing, and we appreciate it very, very much. Master Shah leads his students by his own example, always demonstrating the greatest heart of unconditional service. His students have followed in his footsteps to spread love, peace, harmony, and the healing art of Tao calligraphy in local communities and many remote parts of the world. Persistently moving forward, teaching and generously sharing everything he has learned, Master Shah is the beloved teacher and spiritual father of thousands of students worldwide, always steering forward to achieving his vision to create a world of love, peace, and harmony. Recently, I had the fortune to meet Dr. Shah in Honolulu. I was very impressed by his vast amount of medical knowledge. He gave me acupuncture treatments to help ease my stiff shoulders. He prescribed Chinese herbs for my various ailments, and one of his most amazing healing tools is his spiritual healing art, which he calls Tao calligraphy. He made one for me and taught me how to trace the calligraphy to bring great relief to my back pain. I feel so blessed to know such a brilliant healer. I sincerely hope more people will get to know him too. So that was this film, de biografie van Dr. en Master Jikho Shah. Ik word altijd ontroerd als ik zie hoe hij zijn hele leven, meer dan 35 jaar lang, 30 tot 35 jaar, overal rondreist om de healingtechnieken te brengen bij de mensen. 1. Zelfhealing. 2. Helende handen om jezelf en anderen te helpen. En daarna naar een hele scala van mogelijkheden om je te verdiepen. Om meerdere mogelijkheden tot healers te worden. Verschillende disciplines. Maar alles begint met de Tao helende hand. Dat een lichtoverdracht is. Van de bron die je onzichtbaar voor het gewone oog. En wel zichtbaar voor je derde oog, je spirituele oog, als die geopend is. Dat is belangrijk om te realiseren. Dat er geen tijd, geen ruimte, geen afstand is. Jullie zitten online nu. Wij zitten hier. En alles, er is geen tijd, geen ruimte, geen afstand. Je kan in een ander land zitten. That's it.
allemaal de mogelijkheden van de Douwhands. En ik nodig Anna uit. Die is een brand new Douwhands healer geworden. Recentelijk nog, heel recentelijk. Hoe is jouw ervaring met je Douwhand? Dag Richelle en dag iedereen. Ik ben blij dat ik kan jou opnieuw zien. Ja, ik zal proberen in woorden om te uitleggen hoe mijn ervaring was. Want het was zeker en vast een echt een krachtige ervaring. Het was een vol dag. En dat waren zoveel informaties. Dat om te processeren, ik denk dat neemt een paar dagen, weken, dat is afhankelijk van de spirituele niveau van iedereen, of zo gezegd. En ja, wat ik wou zeggen, is moeilijk om te zeggen in woorden eigenlijk, want ja, ik voel me iets anders. In die dag dat we zo precies veel informatie dat kwam binnen en ik heb gevoeld zo gerust en self-healing is eigenlijk een arts en bedankt Richelle voor al de blessings dat je geeft aan mij en anders gegeven en voor de boekje dat ik heb juist begonnen om te lezen en de rituals voor elke dag om te kunnen doen. En elke keer dat ik doe, dat ik werk met mijn hand, dat ik gebruik met hand, ik voel nog de kracht. Ik voel nog de warmte. Is iets dat iedereen moest proberen en voelen voor hemzelf. Want energie is eigenlijk... Als je kan werken met jouw eigen energie, ik denk dat is de beste. En ook voor andere mensen. Dit heb ik nog niet gedaan. Maar ik wou zeggen dat voor mezelf was echt een grote verrassing en life changer. En ik wou jou bedanken. En ik zal zeker en vast opnieuw komen. Want ik wil ook een ander niveau hebben. En daarmee was het zo leuk en interessant dat ik wil meer weten over de Douwhands. Dank je wel, lieve Anna, voor je enthousiasme. En dat je dat zo... Ja, Anna was zo enthousiast eigenlijk. En volop toe te passen op haarzelf natuurlijk. En zoals ik al zei, de niveau 1 is dus voor mij. Blessings en transformatie in jouw leven te bewerkstelligen waar jij last van hebt. En dat kan je ieder moment op jouw geschikte tijdstip aanzetten voor jouw transformatie. Dus dat is dan niveau 1. En niveau 2 is dan andere healing voor je kinderen, voor je familieleden, blessings te geven. En niveau 3 is een complete, totale serie. Dat je ook aan dieren, mensen, voor je huis, voor je werk, voor je collega's, voor de zelfliefde, voor je finding your true love te vinden, voor je relaties, noem maar op. En nu lijkt nu uitnodigen Noah. Noah is een tijdje geleden, heeft zij alle drie de niveaus gedaan, of ze heeft het eigenlijk meer. We hebben ook een compleet pakket dat je meteen voor de 3 gaat. En dat heeft Noah gedaan. En een tijdje geleden, even kijken, nu gecertificeerd. En Noah, vertel, hoe heb jij de helende handen nou dan toegepast op jezelf dan? Dankjewel, Rachel. Dus, hallo iedereen, mijn naam is Noah. Ik ben 25 jaar. Ik heb mijn Douw Healing Hands ontvangen vorig jaar in december. En ik ben geslaagd als gecertificeerde Douw Healing Hands healer. Ik denk dat dat was ergens in januari. Dus hoe heb ik dat
allemaal ervaren. Wel, ik ben geboren met een aandoening dat heel moeilijk onder controle te krijgen was. Dus ik ben 25 jaar. En ik moet weten, ik was altijd op zoek naar manieren om mijn gezondheid anderzijds gewoon stabiel te krijgen. Ik was altijd maar aan het zoeken en aan het zoeken. En dan kom ik bij het Dow Center van Antwerpen. Waarbij dat zij mij gezegd hebben dat ik via mijn energie... Maar eigenlijk op een bepaalde manier dat ik mijn energie kan upliften. Waardoor ik bepaalde negatieve informatie of zaken dat eigenlijk een lage trilling hebben in mijn lichaam kan gaan transformeren en kan brengen naar een hoger niveau. Bij mij was dat mijn longen, dat was vooral ook mijn darmen en ik ben daarmee aan de slag gegaan. Mijn longen doen het fantastisch goed. Mijn darmen stap voor stap worden beter. Ik moest daar heel zwaar medicatie voor nemen. Nu kan ik dat doen op basis van Ayurvedische kruiden. En mijn Dow Healing Hands, wat een verschil. Voor mij is dat een verschil, want ik ervaar daar al jaren problemen mee. En sinds ik gestart ben met mezelf healings te geven, is dat een enorm verschil. Een enorm verschil. Ik moest vaak naar het ziekenhuis gaan, omdat ik obstructies had. Dus dat betekent dat alles komt vast te zitten. Of dat uw darmen gewoon zelfs in de knoop liggen. Ik heb het al maanden niet meer gehad. En als ik dan eens moest gaan, dan was het maar gewoon één nacht en ik kon al terug naar huis gaan. Dus dat is een super, super mega groot verschil. Op vlak van relaties, ik heb altijd een moeilijke relatie gehad met mijn mama. Ik zie haar dood graag, maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk, vooral de communicatie tussen ons is heel moeilijk. En ook dat is een enorm verschil. Ik heb heel veel... ja, blessings gedaan de relatie tussen mama en mij bijvoorbeeld. Keigroot verschil. Ook qua financiën zijn er ook allemaal dingen op mijn pad gekomen die ik niet had. Heel groot verschil. Maar vooral voor mezelf kan ik het echt aanraden. Want waar dat ik voelde dat ik stagneerde, is dit... Ben ik echt beginnen stappen zetten. Eerst kleine stapjes en nu neem ik grotere en grotere stappen. Ik ben meer bewust van mijn eigen lichaam. Meer bewust van wat dat er fout is. Ik kan ook al gaan aanvoelen van oké, ik ga een blessing daarop geven. Of oké, ik ga een blessing daarop geven. Met een resultaat. Ik had daarnet heel veel last van sinuspijn. Blessing gegeven. En ik zeg niet dat het weg was. Maar de pijn verminderde drastisch. Waardoor ik gewoon kon functioneren. Dus naar mezelf toe... Een heel, 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 heel groot verschil. Dus dank u wel, Rachel. Dank u wel ook aan Master Sha, dokter Master Sha. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor. Nou, dank je wel, Noah, voor het delen. Ik ben heel blij dat je nu een toegevoegde waarde hebt en een tool hebt om anytime, any moment zelf toe te passen. Ik wist nog, dan zit je dan met je blokkades of je obstructies. En dan zit je naar hulp bij anderen, weet je wel. En nu kan je ieder moment je eigen douwhanden inzetten. Soms gebeurt het midden in de nacht. En hoe wil je dan bellen? Weet je wel? Ja, dat weet ik nog heel goed. Dus dank je wel. Ik ben heel blij voor je. Dat de helende reis voor jou is begonnen. Want zoals het Noah zegt, het gaat stap voor stap. Soms gaat het ineens goed. Ineens. Maar dat je bijdrage kan leveren om jouw leven te veranderen, daar is waar het om draait. Want we willen allemaal een happy en healthy leven hebben. Allemaal, niemand uitgezonderd. Precies wat Noah zegt, je wilt ook heel graag je relaties veranderen. Relaties is alles. Alles draait om relaties. En ik zie Anna helemaal al... excited eigenlijk om naar de volgende niveau te gaan. Maar ook je relatie met jezelf bijvoorbeeld. Weet je, soms staan we onszelf ook zo in de weg. Maar, dankjewel Anna, dankjewel Noah voor jullie enthousiaste verhalen. Het wordt vervolgd natuurlijk. We horen heel graag hoe jullie ontwikkeling is, hoe jullie verdieping is. En dat is het belangrijkste. Dat het voor je eigen leven is. Nou, zijn jullie nu nieuwsgierig geworden om dat te willen ervaren? Want
Oh, we hebben nog iemand. Hebben we daar nog iemand? Ophelia, even kijken. Nou, ondertussen ga ik dan vertellen dat ik mijn daalhandel ook heel vaak toepas voor mijn cliënten. Vorig jaar kwam er, nou vanochtend kwam er nog iemand die door zijn rug is gegaan. En die had natuurlijk heel veel pijn. Die kon met moeite lopen, was heel stijf. En iedereen die door zijn rug is gegaan, die weet dat het een hele pijnlijke bedoeling is. Dus ik heb die meneer kunnen helpen, zodat de grootste druk van zijn rug al stukken minder is. Tuurlijk is het, sommige mensen is het in één keer weg, anderen hebben een paar keer nodig. Dus het hangt van iedereen afhankelijk. Nou, en dan hebben we nog iemand die graag wat wil delen. We hebben Ophelia. Ophelia is ook iemand die... Hallo Ophelia, wat zie je er prachtig uit. Die ook recentelijk haar daalhelende handen heeft mogen ontvangen. Vertel, hoe is het je daarna vergaan? Samen met Anna heeft ze dat gedaan. Ja, klopt. Ik heb het proberen nog wat te oefenen, maar ik ben ook nog met andere dingen bezig geweest. Want er zit eigenlijk ook zowel een beetje een blokkade in mijn handen, waar dat ik dan ook mee aan de slag ga. Maar ik voel wel, ik ben wel heel blij dat ik het wel alsmaar meer begin te voelen, zo die touwhands. Ik merk dat ik... Ja, dat ik nog een beetje zoekende ben naar hoe lang dat je zo dat chanten moet doen. Dat mij helemaal eigen maken. Er genoeg tijd voor uittrekken. Maar ja, wat ik elke keer wel merk is als ik ze activeer, dat ik dan heel veel geel. Dus dat is wel heel goed. Zo echt het loslaten van spanningen. Ik ben ja, ook met van alles... Ik ben van alles bezig en het is soms zo wat overweldigend van hoe ga ik met alles omgaan. En dan is dat echt wel zo'n tool dat ik ook gebruik van even rustig worden. En dan zie ik ook wel dat dat zo direct werkt. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Nou, geweldig. Inderdaad. Precies wat Ophelia zegt. Soms als dingen, we weten zelf wel, we doen zoveel. En soms ja, zien we er door de boom het bos niet meer. Dan hebben we zelf ook lucht nodig. Mm. Ook ruimte nodig. Space in onszelf. En dat is wat ook daalhandel voor jezelf kan betekenen. Inderdaad. En begin je al meer te voelen? Mm-hmm. Ja, dat wel. En ook zo het richten van die aandacht dan op een bepaalde plaats, hè. Bij mij helpt dat dan door het visualiseren echt, of door het voelen van dat zonlicht. En dan als ik daar echt mijn tijd zo voor neem, dan voel ik dat ook van wauw. Helemaal warm worden. En dan merk ik toch nadien dat ik meer rust heb. En dat er soms ook wel, dat er toch minder spanning dan is dan ervoor. Dus ik wil het eigenlijk proberen van nog meer toe te passen en er tijd voor te nemen eigenlijk 's ochtends. Want ik merk toch een verschil als ik het dan niet heb gedaan, dan als ik het wel heb gedaan. Wauw, wat fijn. Nou, dankjewel Anna, dankjewel Ophelia. Dit zijn de nieuwste daalhands die pas, wanneer, hoe was het nou? 2 weken geleden? Ja, 2 weken geleden. Daalhanden hebben ontvangen. Dus, ik ben blij dat jullie nog zo enthousiast zijn om dat zo toe te passen op je eigen leven. Dank je wel. Nou, ik zie dat de zon opeens schijnt. Ik ga nog even de luxe flexen omdraaien. 1 moment. Zo. Zo, daar ben ik weer. Ja, en willen we... Ja, ik zie Anna nog helemaal enthousiast. Nou. Dank je wel jullie voor het delen. Nou, en de anderen, zouden jullie dat ook graag willen ervaren? Wat de Daalhands blessing kan doen voor jou? Heb je ergens last van iets fysiek?
zet het op de chat. Van, ik heb last van mijn schouders bijvoorbeeld. Of mijn elleboog. Of waar jij last van hebt. En dan gaan we een paar mensen uitkiezen. Om een demo te zijn. Om blessings te gaan ervaren. Dus zet maar op de chat. Waar jij het voor nodig hebt. Dus ik kijk er naar uit wat er op de chat komt. Wees niet verlegen. De ervaring is, maar Sja zegt altijd, als je wilt weten of een peer zoet is, proef het. Dus dat betekent, ervaring is de beste graadmeter. Oké, ik zie dat iemand al gedeeld heeft. Even kijken. Mijn darmenziekte van Crohn. Aha, oké. Goed zo. Nog iemand die dat graag een blessing wilt ervaren. Ja, iedereen kan ook zijn microfoon openen, links onderaan, zeg Mark. Op het scherm. En Chris, ik heb al 15 jaar tinnitus. Ah, en verlang enorm naar stilte. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Therese, je voeten, zijn het dan beide voeten of één voet? En Luut zegt, ik heb last van overgewicht. Oké. Beide voeten verschillend. Oké. Nou, dan gaan we helemaal ons best doen. Nog meer mensen die we gaan jullie panelist maken. Dus Mark gaat jullie panelist maken straks. En Daria, je hebt rugpijn. Oké, als degene, even kijken. Wij gaan nu een paar mensen uitkiezen. Dus zet nog steeds jouw verzoek. Sharon, ik nodig jou uit. Dus als jij, even kijken, Mark die gaat jou toch panelist maken, zodat je in de uitzending kan komen. Oké. Chris, met je tinnitus. Therese. Even kijken, Luut, je had al last van overgewicht. Wat wou je nog vragen eigenlijk als je niet... Ophelia, onrust in je hoofd, piekeren, ook goed. Die gaan we ook meenemen. Luut, had jij dan een andere... Heb je dan iets emotioneels? Dat kan ook. Omdat het fysiek meetbaar is, koos ik voor fysiek. Maar zeker als je iets emotioneels hebt. Kan je dat ook toevoegen? Weet je wat? Iedereen die nu gedeeld heeft, die gaan we gewoon een blessing geven. Dus we nodigen jullie uit om panelist te worden. Anna voor je rugpijn. Teresa voor je voeten. Nou, kom maar op allemaal. Dan gaan we jullie een blessing geven. Last van je onderrug en heupen. Kom er ook maar bij. Dus word allemaal panelist. Dan gaan we jullie... Dus bedenk ook even. Iedereen die zich die nu genoemd heeft, waar hij last van heeft. Hoeveel is op de graad van 1, van de schaal van 1 tot 10, jouw pijngrens? Dus geef je pijngrens even aan, schrijf dat op of zet het op de chat, zodat we een richtlijn hebben. Dus hoeveel is je pijn in je onderrug? Denk je van, oh, dat kan heel moeilijk bewegen. En loop even heen en weer. Beweeg je rug om te zien van tot waar is die stijfjes, zodat je dan ervoor en erna kan delen. Dus voel ook dat hoe ver kan je buigen naar voren bijvoorbeeld als je last hebt van je rug. Gaat het niet? Luut, een 7. Voor? Luut was voor wat? Luut, waarvoor vroeg jij dat nou? Kijk. Oké. Luut, jij vroeg voor overgewicht? Ja, inderdaad. Dus de mate waarin mij dat stoort, zou ik aangeven met een 7. Ja, is dat storen meer van hoe mensen naar jou kijken of is het beperkt het jou in jouw doen en laten?
de functies? Het beperkt me eigenlijk meer in mijn eigen zelfbeeld. Oké, goed. En ook, ja, ook natuurlijk ja, bepaalde fysieke zaken die wat lastiger zijn. Mooi. Door het overgewicht. Oké, perfect. Die gaan we dan meenemen. Dus iedereen, zet op de chat hoeveel jouw de graad is van jouw ongemak. Van jouw pijn. Is het dan, is de fysieke pijn ook Teresa momenteel redelijk oké? Okay. Het komt en het gaat. En Teresa was voor. Even kijken, voor je voeten was het. Even kijken, heb ik het goed? Teresa, ja, voor je voeten was dat. Oké, okay, maar kan je dan goed lopen, Teresa? Of gaat het lopen moeilijk? Of als je iets langere afstanden doet, lopen, is dat dan ongemakkelijk? Hoe is jouw ongemak die je dan ervaart? Ze knellen die schoenen dan super nog meer. Rugpijn van Daria aan 4. Yannick, wat had jij dan, Yannick? Even kijken weer. Last van je onderrug. Ik ga van iedereen even opschrijven, want we moeten het wel onthouden natuurlijk. Even kijken. Ophelia. Anna, wil jij nog wat ontvangen? Onderrug. Ophelia, sorry, onrust in je hoofd. Onrust in je hoofd. Piekeren. Ja, Yannick. Onderrug. Ik heb 2 mensen met de rug, zie ik dan. Is het, klopt dat? Onderrug en heupen. Was er nog iemand met onderrug of heb ik het verkeerd? Gluut, dat is je voeten. Ik denk dat was een 7. En ik was een 4. Oké. Anna. Oh ja, wat je rugpijn, Anna. Bijna 4. Oké. Okay. Beide voeten doet. Teresa was inderdaad. Teresa. Voeten. Dit was overgewicht. Oké. Okay. Heb ik nou iedereen genoteerd? Hoeveel mensen heb ik nu? Chris. Chris met tinnitus. 15 jaar. Wauw, Chris. Tinnitus. Verlangt naar rust. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Oké. Okay. En wie had ziekte van Crohn? Sharon. Sharon, wat is je pijn? Een ziekte van Crohn kan heel pijnlijk zijn. Hoeveel geef je dat nu? Een 10, wauw. Zijn je 10? Hoorde ik het goed? Oké, okay. Zo. Ja, hoi. Soms is het wel heel heftig hoor. En dan drink ik wel echt kurkuma en gember thee met mint en honing. En dan werkt het eigenlijk wel binnen 10 minuten. Maar die opvlammingen, dat is niet zo fijn. Nee. Is die tinnitus eigenlijk meer een schel geluid of is het een dof geluid? Wat voor geluid geeft dat? Oh nee, de ziekte van Crohn. Je hebt de ziekte van Crohn. Wacht even, dan heb ik voor de keer. Okay. Je hebt de ziekte van Crohn, maar dat is inderdaad ons niet aangenaam, hè? Ziekte van Crohn. Jij bent Sharon. Jij hebt een 10. Ja, klopt. Oké, okay. Dus wacht even, ik haal mensen door elkaar. Oh, sorry. Okay. Jij was een ziekte van Crohn. Is die dan continu aanwezig? Nee, soms is het eigenlijk wel weg. Maar soms dan komt het echt wel terug. En dan moet ik echt wel weer aan mijn eten denken. En... Ja, ja. Ik hoor het niet te hebben eigenlijk hoor. Nee, ja. In mijn blauwdruk. Hoe jong ben je? 36. Oké. Ja, dankjewel. Chris, jij had het tinnitus. Nou weet ik het weer. Hè? Ja. Ja. Ja, dat is constant geluid in je oren. Ja. Of dat je midden in een serverzaal staat. Dat is vermoeiend, hè? Dag en nacht, dat stopt nooit. Och jee, 15 jaar, wauw. Oké. Okay. Is dat geluid dan indringend of doffig? Wat is het? Scherp. Scherp. Een fluit, ja. Een hoge fluittoon. Oh, oké. Okay. Scherp geluid. Oké. Okay.
heb ik iedereen gehad. En hoeveel geef je dat, dat stoorzender van je oren? 7 op 10. Ook een 10. Wauw. 10. Oké, okay. Wie heb ik nog niet gehoord? Teresa, wat is het voor je voeten dan? Even kijken. Even nog een keer, wie was de voeten? Pijnscheut, inderdaad, nauwelijks kan stappen. Oké, okay, Therese, jij was voor de voeten. Hoeveel geef je je voeten? Hallo. Ja, allee, op dit moment redelijk oké. Okay, maar dat kan daar zo gewoon heel plots inschieten. Vorige week was ik bijvoorbeeld ergens gegaan en ik was gewoon schoenen aanpassen. Iets heel gewoon. En ineens kreeg ik daar een geweldige pijnscheut en ik kon niet meer stappen daarna. Is het aan de onderkant van je voeten of is het ook aan je hele been? Het komt van, hoe moet ik dat zeggen? Achter de enkels. Ja. Op die pijnscheuten. En gaat dan onder de voet. Ah ja, oké. Okay. Dus hoeveel geef je dan jezelf nu dan? Als je niet erop zou staan, heb je daar last van? Wel, nu op dit moment heb ik eigenlijk geen last. Heb je geen last? Ja. Maar als je erop staat nu? Ook niet. Ook niet, oké. Okay. Oké, okay. Nu geen last. Nou ja, altijd een blessing toch te gebruiken, hè? Ja. Hey. Nou, heb ik iedereen gehad? Ik heb Therese, ik heb Anna, ik heb Lut, ik heb Shanique. Je onderrug en je heup, hoeveel was dat? 4, oké. Oké. Was een 7. Was een 7 voor jou? Van wie heb ik 4? Nou, dit moeten we allemaal goed opschrijven dan, hè? Ja. Oh, die van Lut was dan nauwelijks. Nee, wat was het? Die voeten was nauwelijks, oké. Okay. En van Lut was je overgewicht, was inderdaad 7. Oké, okay, ik heb iedereen al duidelijk en helder. Hoeveel mensen geven we nog blessing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man. Klopt dat? Ja. Heb ik niet 7 nieuwe zin? Bij mij kan dat dus gaan van 0 naar 10, hè? Oké, okay, zo plotseling en intens kan het zijn. Wauw. Wauw. Oké, okay, dan ga ik even kijken hoeveel healers heb ik hier nu. Ik heb Mark en ik heb, even kijken, Petra ook nog erbij. Even kijken. Dennis, heb jij nog wat gezegd? Dennis Mensa, heb jij nog wat gezegd dat je blessing wil hebben? Of Chantal? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Dat kan ook hoor. Helemaal goed. Even kijken, hebben we nog meer healers? Oké, okay. Ophelia en Anna, die hebben niveau 1 ontvangen, dus die kunnen nog geen blessings geven aan anderen. Oké, okay, dan gaan wij drieën dat doen. Zo, degene die de blessings gaan ontvangen, sluit je ogen. Sluit je ogen, denk aan jouw verzoek wat je hebt gedaan en visualiseer daar prachtig licht. En zie jezelf gezond. Zeg je naam, even mijn naam is, je naam 3 keer in stilte. Voor het universum, zodat ze weten van, jij bent degene die de blessing gaat ontvangen. En ik wil graag een blessing ontvangen voor mijn... Vul je in. Je ontspant helemaal, je visualiseert prachtig licht op jouw gebied van verzoek. En wij drieën gaan onze helende handen activeren. In stilte activeren onze taalhanden. Zoals gepast een blessing voor ieder die zijn naam gezegd heeft. En ze verzoeken ook de mensen die de recordings terug bekijken een eenmalige blessing. Zoals gepast. Ontspan. Blessing start.
surrender the blessing af door te zeggen dank je, dank je, dank je. Jij legt je handen op jouw hart en je zegt ook dank je wel voor de blessing die ik heb ontvangen. Die zeg je dan aan jou, aan de bron, aan het universum. Dank je, dank je, dank je. Hou je ogen nog gesloten. En adem rustig in en uit. En voel met je ogen gesloten hoe wat je ervaart, wat je voelt op jouw gebied van verzoek. Adem diep in. Adem uit. Met een zucht los, los, los. Beweeg een beetje, voel hoe dat de blessing bij jou is aangekomen, jouw gebied van verzoek. Heb je warmte gevoeld, tintelingen, kou? Ah, dat is goed. Zo, wie wil al delen wat hij heeft ervaren? Ik ben er zelf ook helemaal rustig van geworden. Zo, Anna, beweeg je rug. Hoe voelt je rug dan? Ja, bij mij, ik voel altijd de energie in cirkels. Altijd op mijn hand, als ik werk met energie, bij mij beweegt altijd zo in cirkels. Altijd. En ja, ik heb me geconcentreerd, my mind, aan mijn rug. En is ontspanning. Ik vind gewoon dat is meer relaxed geworden. En ik heb zo gezegd zo'n een warme cirkel energie dat heeft gewerkt aan mijn rug. Dank je wel. Hey, ja. Dankjewel. Weet dat het nog door kan werken of nog uit kan werken. Ook als je soms misschien niks hebt gevoeld. Het kan nog doorwerken. Dus ik ben benieuwd wat jullie hebben gevoeld. Hoe is het bij jou, Sharon? Bij mij, ja. Ik ben echt heel gevoelig, zeg maar. Dus ik voel eigenlijk heel snel. Van tevoren al voel ik het eigenlijk al. Een soort voorgevoel. Ik ben half Indo. dus vandaar. Dat gaat heel snel. Dus zodra je begint, voel ik gelijk... dat opent, dat het rechtgezet wordt, wat ik niet voor mekaar kreeg. Want ik ben aan het quantum jumpen, maar ik kreeg dat stukje net weer niet. Ik denk, ja, hoe dan? Maar ja, de hoe is niet aan ons, hè? Dat is vaak aan boven. Inderdaad. Dankjewel. Ja. Heel erg bedankt. Voel je wat meer ontspanning in je darmen? Ja, ontspanning. Ja. Maar ook de doorstroming van mijn energie weer er doorheen. Ja, ja. Want in meditaties ging het er langs als een vat, weet je wel. Ik denk, ja, dat kan zo niet. Ja. Ja. Okay. Dankjewel. Ja, mooi. Ja, ik voel hoe het bij jou eigenlijk in je darmen, hoe dat zijn weg baant eigenlijk, het lichtveld. Ja. Ja. Dus ja, dat voel ik dus letterlijk eigenlijk aan de rechterkant bij mij, hoe dat zo een weg probeert te banen. Dus weet dat dat nog kan uitwerken. Vandaag, morgen, 2 dagen, soms 3 dagen. Want het baant zich een weg door je darmen. En je weet, die darmen zijn natuurlijk een hele lange orgaan. Dus dat werkt nog uit, weet je wel. En als het aan de zijkanten komt, dan kunnen die ontspannen. En als die meer kunnen ontspannen eigenlijk, werkt het ook bij jou uit eigenlijk. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Laat het ons weten of we dat verder bij jou ontwikkelt, weet je wel? Ja, dat is goed. Ja, dan ben ik heel benieuwd naar. Yes. Oké, wie hadden we ook nog? Oh ja, trouwens. Sharon, wat voor cijfers heb je zelf nu? Het was eerst een 10. Dus je, dat is meer eigenlijk niet om te dingen, maar meer een graadmeter, weet je wel? Zo van, ja, ja, ja. Ah. Ik hoor ook, je mag dieper uitademen. Ja. Let it go. Ja, dat klopt, ja.
Want ik voelde meteen dat het hier stokte eigenlijk. Weet je, een beetje zo vast zat toen even. Oh nee, ik moet dat nog zeggen. Ja. Dank je wel. Dus hoeveel geef je zelf nu dan? Een 10 en dan? Ik denk dat het niet meer hoger opvlamt dan hooguit een 3 of zo hè, in de toekomst. Ik denk dat het weggaat. Maar ik kreeg het laatste stukje niet. Ik denk, ja, of nog niet genoeg geleerd, of nog niet op het juiste gekomen. Of ja, het pad loopt zoals het pad loopt af en toe. Dit keer naar jou. Dankjewel. Niet is toeval. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dankjewel. Alsjeblieft. Chris, hoe is het bij jou dan? Ja, hetzelfde nog steeds, maar ik heb constant het gevoel dat ik mijn handen op mijn oren moet leggen. Ja, ik zag het je doen. Ja, want het ik wil dat constant doen. Want bij jou wil ik ook nog zeggen, het kan zijn dat het soms nog erger wordt. Want ik voel nu in mijn oren... Ja, het is ook zo... Ja, je hoort dan nu of wat, ja. Ja, dus soms, wat gebeurd is, de handen hebben een lichtfrequentie. Hè? Een licht en liefde die er doorheen wil komen. En hij stuit dan op die blokkade. En die blokkade moet dan achter openen, zodat het dieper doordringt. Soms, en doordat het lichtveld zo stuit tegen, tegen jouw thema, kan het soms nog pijnlijker aanvoelen. Dat je denkt, oh jeetje, ik dacht dat ik nou healing zou ontvangen. En doet het nog meer pijn. Want ik voel namelijk die druk in mijn oor. Dat ik denk van, druk, oh. Ja. Ja. Druk is er nu enorm. Ja, ja ik voel ja. De... Ja, juist de uitdrukking. Ja. Ja, ik voel zo. Ja, ja. Dus ik voel de erg. Dus hij... Ik voel dat er is iets aan de gang. Ja. Er is iets aan het gebeuren. Mooi. Weet je, dus hij probeert dan weg te banen. Dankjewel. Ja. Kijk, nu ik klaar ben met praten, dan wordt het rustiger nu. Dan gaat het dieper. Dus dan voel ik dat het veel dieper doordringt. Ja, als ik meer... Ja. Dus laat het even ontvouwen. Belangrijkste is om te ontspannen en rust te blijven. Want tinnitus heeft ook te maken met de nieren. Ja. Ja? Dus de nieren hebben rust nodig. Ja. Kalmte. Echt zoals water zo zacht kan zijn. Zo'n rustige zee. Met een echt dat je een zonnetje voelt op het water. Dus je denkt, oh die rust in mij. Dat is een weldaad. Dus ik ben benieuwd, Chris. Laat het ons weten hoe we dat nog uitwerken en doorwerken. Zeker. Ja. Beloofd. Ja. Dankjewel. Oké. Wie had ik nog meer? Yannick. Met je onderrug en je heupen was het, hè? Ja, ik voel een tinteling in mijn hele onderrug. Ik was net ook even gaan staan om even te ervaren of het anders is. Ik voel niet dat het minder is, dat de druk niet minder is, maar er is wel een warmte en er is een tinteling. Dus er is daar wel iets aan het gebeuren. Precies. Goed zo. Dat je dat al ervaart, vind ik al geweldig. Want niet iedereen kan al waarom te voelen, weet je wel. Dat jullie allemaal al zo kan voelen, vind ik al geweldig. Ja. Want, dus precies zoals ik bij Chris zeg, het moet soms nog dieper uitwerken. Want bij je onderrug gaat het ook met spieren, met pezen, met je ruggenmergzenuwen, met je... Hè, wat zit in de knel? Hè? Dus dan baant het zich nog een weg door alle niveaus nog. Hè? Ja. En de healing, zoals die werkt eigenlijk, werkt op 5 niveaus. Maar dat gaan we dan in de theorie, wanneer je de dag doet, de opleiding doet, gaan we dan helemaal theoretisch uitleggen. Zodat jullie dan begrijpen van, maar waar komt dit? De healing komt eerst in de informatie. Dus de informatie, dus we gaan ook elke dag zeggen, het wordt steeds beter. Het wordt elke dag beter. Want als we zeggen, het is elke dag pijnlijk, dat is wat we dan vragen. Aan het universum. Dus dat gaan we ook ontvangen. Mm. We gaan onze positieve informatie, dus de informatie veranderen. En elke dag wordt het beter. Wordt beter. Wordt beter. Dus je geeft het. De positieve
boodschap mee. Ja. En het hart die gaat het ontvangen. En de mind die gaat het verwerken van, oh ja, dat moet er gebeuren. En dan gaat het pas in de energie. En dan pas gaat het in de materie wat we dan gaan voelen. Dus het heeft een weg nog te bewandelen. En dan denk je van, kom maar. Ontspan maar, word beter. En dan gaat het steeds dieper en dieper en dieper. Ja, dus ik ben ook benieuwd van jou. Dankjewel. Ja, gedaan. Zo, wie hebben we nog meer gehad dan? Luut. Ja. Ja. Verwis dat bij mij het pijncentrum, zal ik maar zeggen, meer in mijn hoofd zit dan fysiek. Fysiek is echt heel... heel veranderlijk. Ik kan maanden geen last hebben en dan weer wel. Dus wat ik heb ervaren, ik zie voor sommige zaken nog geen relatie, maar ik zal gewoon zeggen wat ik heb gevoeld. Ik heb, en ik voel het nog altijd, maar het is een beetje aan het afnemen, ik voel tintelingen in mijn handen en in mijn polsen. Wat die polsen juist ermee te maken hebben... kan ik niet verklaren. Dus een van de fysieke problemen die ik af en toe heb door mijn overgewicht, is dat ik last heb van mijn linkerknie. En ik zei net deze ochtend nog aan iemand, oh, ik heb al enkele maanden geen last meer gehad van mijn knie. En nu voel ik hem. Nu heb ik pijn is een groot woord, maar tintelingen en zo, een warmte zoals van een ontsteking, voel ik nu opeens wel. En dan ook zo af en toe eventjes zo'n licht gevoel in mijn hoofd. Dat is eigenlijk ja, de fysieke ervaringen die ik heb. En ik denk dat licht gevoel in mijn hoofd, denk ik, dat het een beetje is zo van mijn negatief beeld van dat overgewicht, dat precies probeert op te lossen. Dank je wel dat je dat zo deelt, inderdaad. Weet je, we geven heling met de dalhanden, dat een lichtveld is dat uitstraalt naar jou toe. En die heeft een eigen intelligentie, die weet waar hij precies naartoe moet. En wanneer jij precies nou jouw knieën benoemt, dat is ook waar de maag en de mild meridiaan. En meridiaan is een, wat zal ik maar zeggen, een snelweg. Is een weg, een baan die door je lichaam loopt. En die loopt ook over je hoofd eigenlijk. Dus dat is de maag die dan loopt, ook over je hoofd. Dus je voelt het, soms weet je niet van, oh, waarom moet ik hier dan tintelingen voelen? En het denken beïnvloedt ook de maag. En de mild. Okay. Je remt de maag en de mild in zijn processen die jij kan aan het verteren. Hè? Dus, ja. Dus helemaal niet vreemd dat je dit zo allemaal noemt. Oké, dankjewel. Ja. En ik ben nog één zaakje vergeten te zeggen, dus dat ik... heel de tijd het gevoel heb dat ik moet geven. Ja, dus, ja. Precies zoals Ophelia zei, ze begint te geven en te geven. Ja. Dat is voor ons loslaten. Oké, dankjewel. Loslaten. En loslaten van wat? Denk je van maakt niet uit, opgeruimd staat netjes, los. Los, ja. Dus al die blokkades die vrijkomen, dat je denkt, delete knopje vinden, even uit mijn lichaam dan maar. Uitstromen, zodat dan het lichtveld nog meer door jouw lichaam kan manifesteren. Ja. Oké, dank je. Dus, bekijk, een overgewicht, dat kan je niet meteen zo meten. Hè? Zo van, je bent niet morgen al ineens een 5 kilo minder of zo. Nee, maar het is de mindset. Precies. Die eerst... mee moet. En ik had zo het gevoel zo van, ik geloof er eigenlijk weer in, dat ik aan mijn overgewicht kan werken. Ja. Precies. Weet je, want soms zakt de moedje in de schoenen eigenlijk, weet je wel. En dan is die positieve, precies wat ik zei tegen Yannick, die positieve input is nodig. Van, ja, kom, we gaan het samen doen. Weet je wel. En dan zeg je voor van, liever mijn maag of liever mijn mild. Want dokter Masisha leert ons, alles heeft een ziel. Dus als we liefdevol mee praten, dan gaat het ook willen met ons samenwerken. Terwijl als we elke dag zeggen van, ach jeetje, het doet weer pijn. En het doet weer... Dus dan ben je elke dag een
niet positieve input aan het geven. Dus dat is dan wat we gaan ontvangen. Nee, we willen juist het tegenovergestelde. Dus we gaan bemoedigend praten, weet je wel, van sorry hoor, we gaan weer opnieuw beginnen. Zodat we onszelf ook liefdevol omarmen. Want liefde, onvoorwaardelijke liefde, lost alle blokkades op. Dus okay. Dat is ook een van de kwaliteiten waarmee we samenwerken. Dus ik leg het nu heel simpel uit in een kort tijdbestek van een uurtje. Maar in feite is het, nemen we heel veel zaken mee. Zo, wie heb ik nog niet gehad? Ik heb Sharon gehad, ik heb Chris gehad. Therese. Of, nee, Therese heb ik gehad. Ophelia dan. Mm-hmm. Ik zag je graag. Ja, bij mij was het weer heel veel geven. Hè? Ja! ja, ik kan het altijd niet stoppen eigenlijk. Dus dat is echt, ja. Dat is echt mijn manier om blokkades op te lossen, denk ik. En ik voelde ook wel, dat was ook wel speciaal, zo een, ja, ik voel het nu nog een beetje, maar zo een pijnscheut hier rechts op mijn hoofd. Terwijl ik dat ervoor niet had en ineens zo voel. En ik heb daar de laatste tijd wel vaker last van. Dat ik zo echt, ja, mijn hoofd zo verschillende, ja, soms pijnscheuten heb. Heel vreemd en dat komt en dat gaat en dan, ja. Dus daar is zo precies wel wat gaande. Ja. Ja. Ja, want jij had het over, even kijken, onrust in je hoofd en piekeren. Ja. Ja. Dus dat we zeggen, soms is het gewoon vol hierboven, weet je wel. Het is gewoon file. Dus geef meer Dawkins blessing aan je hoofd van ontspan maar, weet je wel. Relax, weet je wel. Zodat ook al die hersensfuncties, dat denken, die gedachten. Want ik denk dat we per minuut of per ding 80.000 gedachten hebben, dat die wat rustiger kunnen worden. Echt zo van, ontspannen. Yeah. Ja. Maar dat zuigt ook heel veel energie natuurlijk. Mm-hmm. Dus. Ja, ik denk ook met alle energieën en zo, dat ik daar, ja, want we zitten in een verhoogde frequentie, en dat ik daar ook wel, dat dat ook wel binnenkomt. En dat ook, dat is een gevoel heb ik dat daar misschien ook wel mee te maken heeft, dat het veel is om allemaal te verwerken. Ja. Heel goed, dankjewel. Is er maar wat meer rust in je hoofd gekomen? Of ontspanning? Ja, dat wel. Het voelt zowel, mijn hoofd voelt niet lichter aan, maar eigenlijk eerder zo wat meer gezakt of zo, wat meer zwaarder, maar in de goede zin. Dus het is niet van een vermoeid hoofd, maar eerder een grond of zo. Allee, zo meer terug in plaats van in de lucht te gaan, zo meer gezakt. Ja. Heel goed dat je dat zo kan verwoorden. Heel goed. Dank je wel. Zo, wie heb ik nog niet gehad? Therese nog, hè? Met je voeten. Ja. Je had geen pijn, maar hoe voelt het nu? Ik had op dit moment geen pijn, maar ik heb wel gevoeld dat er zo een soort, dat er precies iets over, zo van mijn onderbeen naar beneden aan die enkel ging. Ik heb wel iets, alsof dat er iets overliep, zo. Ja, die energie die loopt naar alle richtingen uit in het lichaam, hè. Het kan door de spieren gaan, door de pezen gaan, door de bloed, door de lymfevaten. Alle kanten kan het uitgaan, daar waar het nodig is. Dus het mooie van de Dawkins is, we hoeven het niet theoretisch precies te weten waar het, maar natuurlijk gaan we dat wel in de theorie ook wat uitleggen, zodat je het ook een beetje snapt. Maar dat gevoel van, ik moet jullie echt complimenteren dat iedereen zoveel voelt. Dat vind ik zo fijn te horen, want dat maakt ook dat je dichter bij je lichaam kan zijn van, oh ja, dit gebeurt er nu met mij. Ja? Dus ook bij jou, het heeft dan, ook al heb je nu geen pijn, dan heeft het ook preventief gewerkt. Dan gaat het toch daar naartoe waar jij het nodig hebt. Om te voorkomen dat. Ja. Dus, dankjewel. Oké, heb ik dan iedereen gehad nu? Dankjewel. Denk het wel. Sorry? Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dus dit is wat Dao helende handen kan betekenen voor ieder van jullie. En, ik bedoel, hoeveel minuten hebben we blessings gegeven? 5 minuten, maximaal. Nog geen 10 minuten, denk ik zelf. Dus nog geen 10 minuten. En zoveel reacties al van mensen.
Dus bedenk dan dat jij dat iedere dag, iedere, op elk gewenste tijdstip, je handen kan aanzetten voor jouw ongemak, om die te transformeren, lichter te maken. Want kijk, als je soms je pijn je even overvalt, wat dan? Dan kan je dat inzetten voor jezelf. Dus dat is wat de dauwhanden kan. Zoals ik al uitlegde, de dauwhanden, wat ontvang je dan? Je ontvangt een lichttransmissie. Voor die je niet zo met je blote oog kan zien, tenzij je spirituele ogen geopend zijn, dat je dat licht kan zien dat zo uitstraalt. Dat is wat je ontvangt, lichtoverdracht. Je ontvangt ook een beschermmuur van licht, zoals een protectie. Ook voor overdraagbare ziektes. Ook ontvang je dan nog een, heb ik het nou goed, een lichtoverdracht van de handen. Een muur van bescherming om je heen. En tegen overdraagbare ziektes. En dat is wat je dan ontvangt met de eerste laag van niveau 1. Dauwhanden. Ja? En dauwhanden, die hebben wij, even kijken. Die is dan niveau 1. Die hebben wij al heel snel, 15 mei, dit weekend. Dit weekend al. En niveau 1 is €133. Ja? Niveau 1 is healing. Voor jezelf, transformatie voor jezelf. Dus dan ben je alleen maar met jezelf bezig. Dat allemaal toe te passen op jezelf, op jouw ongemak. En niveau 2 is dat je je gezin of je familieleden dan ook healing en blessings kan geven om hun te helpen. Niveau 2 is dan €89. En die doen we dan 28 mei. En niveau 3, dat doen we 25 juni. Die is dan 300, die heb je dan blessings voor alle aspecten van het leven. Namelijk voor relatie, financiën, voor je fysiek lichaam, voor je emoties, voor je trauma's, voor je mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel ook. Voor je huis, voor je huisdieren. Dus een compleet programma. Dus dat is wat Noah gedaan heeft. Ja? Kijk, Petra heeft dan mooi de link al gezet. Als je zou willen registreren. En denk je van, nou, ik wil ze alle drie doen, niveau 1, 2 en 3, dan is dat ook mogelijk. Dan hebben wij dat op 3 en 4 juli, dat we een intensieve programma gaan doen, die dan 2 dagen in beslag neemt. Dan ben je intensief werken om alle drie de niveaus te doen, zodat je dan meteen... En trouwens, als je de dauwhanden ontvangt, kan je al meteen healing geven. Dus zo werkt dat. Je kan het dan meteen toepassen en dit. Niveau 1 is het dat we de hele dag alleen maar blessings aan onszelf gaan toepassen. Theorie en de praktijk toepassen, zodat je dat begrijpt hoe je dat moet. Het is een hele praktische opleiding. 2 is ook een hele dag. En niveau 3 ook. 2 dagen. Maar, en daarna heb je nog 4 online lessen. Als je voor het hele programma gaat. Nog 4 online lessen en 2 lessen die je dan dient te volgen. De videolessen, de opnames. En als je dan gecertificeerd weer zijn, want we zijn gecertificeerd via de Dauw Academy, dan ontvang je dan, moet je dan nog een examen doen en dan ontvang je een certificaat. Dan kan je daarmee ook een Dauw Hands Practitioner noemen. Zodat je ook healing en blessings aan anderen kan geven. Dus dat is het. In een notendop. We kunnen allemaal de opnames opnieuw bekijken. Mij heeft het heel goed geholpen. Ik ben even kijken. Nu, ik heb mijn helende handen in 2000 en nu ongeveer 12, 13 jaar geleden ontvangen. En ik heb het op allerlei mogelijke manieren toegepast. En ik geef ook heel veel healing blessings aan iedereen. Aan cliënten. En, vanochtend, gisteravond ook... iemand die was gevallen, een dochter was gevallen, heeft een hersenschudding, ontscherring, kaak gebroken, met tanden eruit. Meteen naar eerste hulp, scan maken, maar met heel veel pijn. Kijk, en dan kan je de dauwhanden ook toepassen. Dus dat is het ook wat mogelijk. Ah, zoveel mogelijkheden.
En ik had toen ook last van mijn schildklier, overactief schildklier. Dus dat ik daardoor, dat is nu alweer, even kijken, nu bijna 15 jaar nu, ben ik nog helemaal medicijnvrij, geen last meer, geen auto-immuunziekte meer. Terwijl ik, de westers eigenlijk zeiden, sorry, maar je moet maar je leven lang aan de pillen. Ik zei, dat wil ik helemaal niet. Dus toen is mijn zoektocht begonnen van, er moet meer zijn dan alleen maar aan de pillen zitten. Want toen was ik nog een stuk jonger. Dus dan wil je niet alleen aan de pillen zitten. Dus ik ben er enthousiast over geworden. Dus ik bied het jullie allemaal graag aan. En omdat het mij zo goed heeft geholpen, ben ik ook een leraar geworden. Om het anderen te leren dit toe te passen. Ik ben super enthousiast. En soms heeft het wat langer nodig, want het hangt ook van hoe chronisch is de ziekte. Maar, en hoe vaak pas je het ook toe? En je hebt ook huiswerk natuurlijk. Hè? Dus je moet ook mediteren, chanten, hè? Nog meer. Maar dat, als je toch al mediteert eigenlijk, waarom niet voor jezelf? Ja, dus het is een en pakket. Nou, ik roep jullie op om de stap te nemen, taalhandig te willen worden, te ontvangen, zodat je jouw leven weer op de rails kan zetten voor jou, om gelukkiger en gezonder te worden. Gun het jezelf. Niveau 1 is 133 euro. Oh, trouwens, vergeet ik nog te zeggen, was het nou eens niet zo, Petra? Als je alle drie de levels neemt, of je denkt van daar wil ik helemaal voor gaan, binnen 48 uur, dus je denkt van, nou, dan, ik ga er helemaal voor. Dan is het, is er een korting. Voor alle drie de niveaus wordt het 420. Heb ik dat goed gezegd, Petra? Petra is degene en Mark, die allemaal de technische. Nou, kijk, Mark is allemaal de niveaus. Ja. Ga je gang, Petra. Ja, dat is inderdaad helemaal perfect. Als je binnen 48 uur vanaf nu besluit om alle drie de niveaus voor één keer in één keer te boeken, dan krijg je een couponcode. Die kan je gebruiken en dan krijg je 20% korting op de cursus van 575. Is 420 euro in totaliteit. Even kijken, Chris vroeg eens voor wat. En 3-4 jullie kunnen jullie deze de oplijsten, AUB en de prijzen. Ja, ik denk dat Petra dat allemaal op een rijtje of Mark dat op een rijtje zet voor jullie allemaal. Ja, inderdaad. 3-4 juli, dat is een zondag en een maandag. Dan is er een, hoe zal ik dat noemen? Een Douwens Practitioner Workshop Oude Stijl. En dan kan je, zeg maar, als je dan in één keer betaalt, ook voor 2 dagen, volle dagen, dan heb je als 65-plusser of als student, dat met 26 jaar, heb je extra korting. En dat is dan 50% korting. Dus dat is een heel ander bedrag wellicht voor jullie. Maar het is maar net wat je op dit moment wil. Alleen voor jezelf of wil je ook anderen met jouw heel in de handen delen dus, of helpen dus. Mark heeft inderdaad al erop gezet wat de prijs is. En ook die link kunnen we nog met jullie delen. Om op dat niveau in te stappen. Even kijken, maar die vind ik nog niet op de site, denk ik. Want die hebben we vandaag pas geactiveerd. Dus dan moet ik nog even zoeken. En dan gaan jullie, dan worden verwelkomen wij jullie om in een community te zijn met wereldwijd, met allemaal Douwens healers over de hele wereld. Want Dr. en Master Shigan Shah heeft 12 centra's over de hele wereld. In Amerika, Hawaii, Sydney, Australië, Toronto, Nederland en in België, in Bordeaux, in Duitsland. En dan hebben we allemaal healers die over de hele wereld. Maar het eerste stap is de helende hand. Daarna hebben we nog zoveel meer mogelijkheden. Openen van je spirituele kanalen. Verder een helende handen met een zang. Een heler zijn. Kalligrafie schrijven.
Dus rewrite your life. Nou, zoveel mogelijkheden. Maar de eerste stap begint is de Dao-gang. Dus zijn jullie geïnteresseerd en gemotiveerd door wat we jullie vandaag hebben mogen presenteren? Het was ons een hele eer om jullie daarin een bijdrage te leveren voor wat de mogelijkheden zijn voor jouw leven. Voel in je hart, open je hart om te zeggen van ik stap erin voor mij. Of dat je ook anderen wil healen, allemaal goed. Heb je tijd nodig om na te denken, ook goed. Maar begin de stappen te nemen voor jou. Zeker als je al heel lang zit met uitdagende lichamelijke thema's. Er zijn mogelijkheden. Dus ik nodig jullie van harte uit. En ook wil ik Mark vragen om iedereen die hier is, die zich... Even kijken, wat staat er hier op de chat? Oké, dat heeft Mark dan allemaal gedeeld. En ook hebben wij een centrum in Amersfoort en in Antwerpen. Een zaal vol met kalligrafieën. Ja? Een healing ook met kalligrafieën. Dus dat je hoeft alleen maar te gaan liggen. En je gaat alleen maar het frequentieveld ontvangen. Zodat de transformatie mogelijk is voor jou. Iedereen die hier aanwezig is, wil ik uitnodigen om jullie een gratis sessie te geven, die normaliter 20 of 25 euro kost eigenlijk. Geef ik jullie gratis, dat jullie dat aanstaande vrijdag mag ervaren. Het is om 6:30, ben ik in Antwerpen. En dan mag je live komen, geef je dan op bij info@daocentrumbelgium.com. Op, dat je denkt van, oh, dat wil ik wel even meemaken. Live aanwezig zijn. Kan het niet live, kan het ook online. Speciaal voor iedereen die hier nu aanwezig is, bied ik dat aan. Dus iedereen die hier nu mogelijkheid heeft, dit is een impressie van ons centrum. Alle lichaamsonderdelen, waar heb je last van? Dikke darm, dunne darm, maag. Organen, allemaal. Dan ga je daar liggen en ontvang je het frequentieveld van al die kalligrafieën. Met de grootste liefde, vergeving, compassie en licht. En dit gebeurt over de hele wereld nu. In 12 centra's over de hele wereld waar we duizenden mensen elke dag heen geven. Dus voel je van harte uitgenodigd. En vrijdag zie ik jullie misschien. Geef je op als je denkt van je wilt live komen. Dan kan dat ook. Sharon, ik zie je helemaal geïnteresseerd kijken. Kom je? Ja, ik vind het echt heel interessant. Maar ik kom nooit in België, zeg maar. Het enige waar ik kwam is Stabroek. Dus is het makkelijk te bereiken met de auto of niet? Ja, met de auto helemaal makkelijk te bereiken. Ik kom ook vanuit Alsmeer. Oh, oké. Ik weet niet waar jij zit. Ik zit in Bergen op Zoom. Op Bergen op Zoom, oké. Okay. Vlakbij. Oh, dan ben je nog dichterbij. Ja. Nou, heel makkelijk met de auto. Mark, leg het maar uit. Ja, heel makkelijk. Ik rijd er vanuit Alsmeer 1,5 uur. Dus bij jou is het, ik weet het niet, 3 kwartier? Ja, zoiets. Ja. Nou, niet eens, denk ik. Ja, een kwartier. Jij kent de weg veel beter, want ik kom vanuit het zuiden. Hè? Jij komt vanuit het noorden. Ja. Ja, ik heb wel een tom-tom, hoor. Ja. De navigatie. Heel makkelijk, het is heel dicht op wandelafstand, 500 meter van het Centraal Station van Antwerpen. En als ik me niet vergis, is er van Bergen naar Zoom elk uur een trein naar Antwerpen. Ja. En geen sores met verkleer of met files. We liggen helemaal op de rand van het oude stadcentrum. Oké. Okay. En met de auto is het ook goed te doen. Ik ga er iedere keer met de auto. Dus dan. Ja. Ja. En dan parkeer je
één straatje verder ben je nog goedkoop met het parkeren ook nog. Dus, en het lopen is, ja, nog geen 5 minuten loopafstand waar je parkeert met je auto. Dus ja, helemaal goed te doen. Oké. Dus. Dan zie je mij, denk ik, vrijdagavond. Ja, precies. Dan babbelen we even verder. Iedereen die graag wil komen, voel je van harte uitgenodigd. Dank je wel allemaal voor het meedoen. Voor een avond met ons meegedaan te hebben. Voor de healing, voor de blessings. Dank je wel. En ik graag tot ziens. Chris, woon jij verder dan? Chris, Teresa, Lut, waar wonen jullie? We zijn allebei van Leuven. Leuven. Oh, dat is niet zo ver. Nee. Is een uurtje of zo? Ja, dat is gemakkelijk. Met de trein is het gemakkelijk te doen ook. Ja, en wat zei Mark? We zitten al 5 minuten loopafstand van het centrum, van het Centraal Station. Ja. En ook Ophelia en Anna, die getuigde, wonen in Leuven allebei. Oh ja, inderdaad. Ja. Ik zou anders ook graag gekomen zijn, maar ik vertrek vrijdag en de namiddag naar Nederland. Voor vier dagen. Dus, ja. Luc, dan nodig je die week daarna ook uit. Ik ben iedere vrijdag in Antwerpen, in het centrum. Kan je deze vrijdag niet, voel je vrij om die week daarop te komen. Je passeert toch via Antwerpen waarschijnlijk als je dan neemt. Ja, ik ben niet alleen. We zijn met 4. Ik rij mee met andere mensen. Altijd welkom. Tussen 3 en 5 op vrijdag namiddag hebben we altijd een instuif. Waar je gewoon blijvend kan binnenspringen en de kracht van de ruimte ervaren en drinken. Oh, dat noteer ik zeker. Dat zal ik zeker en vast. Stellen we niet te veel. Moet je gewoon voelen dat je er blij en gelukkig van wordt. En dan, als dat gebeurt, dan praten we verder. Oké, enorme dankjewel. Wil je ook een vriendin meenemen en je zegt van ik wil samen met een vriendin? Meld het ons, die vriendin is ook van harte uitgenodigd. Dan geef ik dat ook als een cadeau aan de vriendin. Ja? Nou, ik kijk er helemaal uit. Ja, dankjewel. Om jullie live te ontmoeten. Ik heb wel een meisje. Ja. Sorry hoor. Ik heb wel een meisje en die is geopereerd aan de maagverkleining. Maar zij blijft met haar lijf ziek. Ze kent de weg niet meer. Ja. Nou heb ik van Roy Martina gehoord dat een operatie onomkeerbaar is. Helaas. Ja. Maar misschien is het wat voor haar als ze de frequenties kan verdragen. Ja. Ja. Want dan doen we de invocatie dat ze de frequentie ontvangt die op haar past. Ja. Maar dan hoef je niet een dosis te krijgen die je dan, waar je helemaal zo van ligt, weet je wel? Zij is niet zo ver als ik. Kijk of ze dat wil ontvangen. Ze is er van harte uitgenodigd. Ja, dankjewel. Nou, ik zie jullie graag dan. Ja, tot vrijdag. Oké, dankjewel tot allemaal. Dag. Dag, fijne avond. Van hetzelfde. Dag.